Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe Star Stable update is uitgekomen. En deze keer is het echt de allergrootste update van het jaar. Ik heb nog nooit zo'n grote update gezien. En dan ben ik sarcastisch, want ja, de update van vandaag is heel erg klein. Er is maar één functie veranderd, maar het is wel een hele belangrijke functie en ook een hele leuke functie. Dus dat ga ik zeker aan jullie laten zien. Maar zoals je misschien al aan de titel hebt gezien, heb ik vandaag ook een hele leuke Starcoins code voor jullie. Heb ik ook nog een superhandige tip. En heb ik ook nog spoilers voor een nieuw paard. Want er gaat weer een nieuw paard uitkomen. Dus ja, daar ga ik de foto's van aan jullie laten zien. Dus ja, heb je nou heel erg veel zin in deze video, ondanks dat de update dus best wel klein is, doe dan gauw een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. En ja, ik zit vandaag op Dizzy Dancer en ik ben nog ergens in het Wilde Woud. Tenminste, dit heet toch ook het Wilde Woud? Ja, dit hele gedeelte heet gewoon het Wilde Woud. Ik sta nou in dat hele enge gedeelte met al die rare botten. Want ik had gisteravond of eergisteravond nog wat missies hier zo gedaan. En toen ben ik blijkbaar hier geëindigd. En ja, dit is dus het nieuwste gebied van het Wilde Woud. En mocht je die video nog niet hebben gezien dat ik het Wilde Woud ging openen, dan staat die vast wel in het i'tje. Maar goed, voor de update van vandaag moeten we eigenlijk helemaal niet in het Wilde Woud staan. Dus ja, ik sta eigenlijk helemaal op de verkeerde plek. Want wij moeten namelijk naar onze homestable toe. Nou, ik ben in mijn homestable en de update van vandaag heeft te maken met de magische paarden van Star Stable. Jullie kennen denk ik allemaal wel de magische paarden van Star Stable en die veranderen dan van kleur. Dus het ene moment heb je een heel paars, ja, regenboogpaard bijvoorbeeld. En het andere moment ziet je de paarden weer uit als een gewoon normaal paard. Nou, nu heb ik best wel wat van die paarden, dus laat ik even eentje pakken als voorbeeld. Nou kijk, dit is onze, ja, een van mijn magische paarden. Dat is Greendale. Die heb ik volgens mij 2 jaar geleden gekocht. En ja, die ziet er met zijn normale vacht zo uit. Echt een hele gave vacht. Ik hou echt van deze vacht. Maar zodra dit paard wild wordt, dus dat hij zijn magische vacht krijgt, dan ik weet niet of we dat nu al gaan zien. Oh, we gaan het nu nog niet zien. Maar dan wordt het echt een wandelende processierupsboom. Kijk, ik ben weer gezellig met een groepje mensen. Die gaan gezellig mee. Maar ik ga even naar Zuiderhoef in de hoop dat de vacht van Greendale gaat veranderen. Want als het goed is, dan zou dat hier moeten. En dat gebeurt niet. Maar dat kan misschien wel dus te maken hebben met de nieuwe functie die is uitgekomen. Want oké, de nieuwe functie is dus dat je de magische vacht van je paard uit en aan kan zetten op het moment dat jij het wil. Dus dat is super handig. Want kijk, ik vind deze vacht heel erg gaaf. Maar als ik dan waarschijnlijk hierop klik, ja, dan is ons paard veranderd. Veranderd in een wandelende processierupsenboom. Kijk maar, hier zit allemaal van dat processierupspul. En dit is een boom, maar dit zijn zijn blaadjes. Dus zo heb ik hem altijd genoemd. Dus dat is nou echt een hele handige functie. Dat je nou gewoon kan switchen tussen magische vacht uit of... Oh, hallo? Kan ik nou niet meer terug? Oh, huh? Nu kan ik er niet meer... Oh, nu wel! Hij kwam niet meer. Kijk, en dan magische vacht aan. Dus je kan gewoon switchen tussen deze vachten. En dat vind ik zo ontzettend handig en zo ontzettend fijn. Want nou kan je gewoon veel makkelijker, ja, deze paarden kopen. Want stel, je vindt deze vacht heel lelijk. Zet je dit gewoon uit en hou je gewoon altijd dit paard. Dat is zo handig. Ik ben hier echt mega blij mee. Laat even in de reacties weten of jij een magisch paard hebt of niet. Maar het wordt voor mij nu wel veel makkelijker om een magisch paard te kopen of niet. Want nu kan ik gewoon altijd deze vacht houden. Ik vind dit zo gaaf. Echt een hele goede functie, Star Stable. Dank jullie wel. Oké, ik ga hem gewoon veranderen weer naar deze. Hoppatee! Nou ben ik ineens een wandelende processierups. Oh, het zit zelfs trouwens ook in zijn neus. Zien jullie dat? Oh, dat zou ook wel heel erg kietelen. Kijk. Oh, het is zo'n apart paard. Oké, ik ben even in mijn homestable, zodat ik even al mijn magische paarden bij elkaar kan droppen. Zodat jullie kunnen zien hoe hun vachten er zeg maar nu uitzien. Oh ja, dit is ook een magisch paard. Ik dacht dat ik er meer had, maar volgens mij zijn dit mijn magische paarden. Kijk, dit is een magisch paard. Deze, die en die. Hé, ik dacht echt dat ik er veel meer had. Nou, blijkbaar niet. Maar nu zien mijn paarden er tenminste normaal uit. En niet zo achterlijk met die hele rare gekleurde vacht. Oh, ik ben hier echt heel blij mee. Dit is echt een super functie. Nu heb ik gewoon normale paarden in mijn homestable. En niet van die, ja, gekke regenboogpaarden. Ja, dan was dit dus eigenlijk de update van deze week. Klik nog niet weg, want ik heb natuurlijk nog de Starcoins code. En ik heb nog de spoiler van het nieuwe paard. Ik ga helemaal de verkeerde kant op. Ik moet naar die race.
Oké, ik ga ondertussen een race doen en ondertussen ga ik jullie bijpraten over de nieuwste Starcoins code. En nu staat in beeld, hier onder mij staat de Starcoins code. Die moet je invullen op de website van Starstable. En dan moet je naar de website van Starstable gaan. En dan kan je, ja, moet je inloggen en dan via instellingen en waardebondcode kan je daar dus de Starcoins code invullen. Het is een Starcoins code voor 150 Starcoins. En de code is dus Insta500K. Dat komt omdat Starstable 500.000 volgers heeft gehaald op Instagram. Dus dat vieren ze, ja, door middel van deze code krijgen wij 150 Starcoins. Dus daar ben ik heel blij mee, want ja, ik heb de code natuurlijk ingevuld. Hij werkt gewoon. En ik heb 150 Starcoins erbij. Dus dank jullie wel, Starstable. De code is geldig tot en met 15 maart. Dus wees er dan wel snel bij, want 15 maart, dat is bijna. Dus vul de code gelijk in en dan heb je 150 Starcoins. Hartstikke leuk. Dan heb ik ook nog een leuk nieuwtje voor de personen die nog geen Starstable hebben en die misschien Starstable willen spelen, maar nog niet zo goed weten. Of de mensen die misschien een tweede Starstable account willen aanmaken. Nou, dat kan je doen door de link te gebruiken die beneden in de beschrijving staat. En als je die link gebruikt, dan kan je dus een Starstable account aanmaken. En dan krijg je gratis 100 Starcoins. En je krijgt gratis 3 dagen Star Rider. En je krijgt een gratis Western zadel. Dus je krijgt echt superveel gratis dingen. 100 Starcoins, 3 dagen Star Rider en een zadel. En nou is natuurlijk een hele handige tip. Als je dan dat account hebt aangemaakt en je vult dan nog eens een keer de code in die hieronder staat, dus die Insta500K, dan heb jij een nieuw account met gelijk 250 Starcoins. Wat betekent dat je dus gelijk al een paard kan kopen, of eigenlijk een pony kan je al kopen van 200 Starcoins. Dus dat is echt super leuk als je nog een extra account wil aanmaken. Dus ja, dat kan je doen door de link die in de beschrijving staat. Daarmee kan je je aanmelden voor Starstable. En ja, dan heb ik natuurlijk ook nog een leuk nieuwtje. Ik ga trouwens echt helemaal verkeerd met deze race, maar ik zit niet op te letten. En dan heb ik ook nog een leuke nieuwtje over het paard, maar die ga ik jullie laten zien als ik klaar ben met de race. Abonneer trouwens gelijk ook nog even op mijn kanaal, want ik ga richting de 50.000 abonnees. Dus abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Hoppatee, even 200 XP erbij voor mijn paard, of 250. En dan ga ik jullie nu bijpraten over het nieuwste Starstable paard. Ik ga gewoon gelijk beginnen met de foto. Even kijken, waar staat de foto? Tadaa! Dit is het nieuwe paard dat gaat uitkomen op Starstable. En dit paard heet het Finse paard, of in het Engels de Fin Horse, als ik het goed uitspreek. En dit paard gaat uitkomen op 7 april, dus dat is over 2 weken of zo. Dat is al best snel. En er komen verschillende kleurvarianten. Op de foto zie je nou 2 kleurvarianten, maar er komen meerdere kleuren. En ik vind het echt een super mooi paard. Maar ik vind het een beetje nog moeilijk van, is dit nou een pony? Dus een beetje zoals de Gotland pony van een paar weken terug. Of is het echt wat meer een paard? Zoals dit paard. Laat even in de reacties weten wat jij denkt. Ik denk dat die haast even groot wordt als de Connemara van Charlie die hier staat. Ik denk dat het een beetje dat formaat wordt. Maar het nieuwe paard, die gaat uitkomen. Ik vind hem dus zo ontzettend leuk uitzien. En het paard gaat 850 Starcoins kosten. Vind ik best wel duur, maar misschien kan die iets speciaals. Dat weet ik nu nog helemaal niet. En ja, er zijn verschillende kleuren. En nu staan er al 2 kleuren op de foto. En welke kleur vind jij het mooiste die hierop staat? Ik denk dat ik de rechtse, die, ja, ik weet niet wat rechts is nu voor mij. Maar die ene die donkerrode manen heeft, die vind ik tot nu toe de mooiste. Maar die daarnaast vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Ah, welke vind jij de mooiste? Nummer 1, die met die blonde manen. Of nummer 2, die rode. Laat het zeker weten in de reacties. Ik vind ze echt heel tof. Ik kan niet wachten totdat het 7 april is. En dan ga ik er natuurlijk eentje kopen. En ja, daar heb ik jullie nu eigenlijk helemaal bijgepraat in alle Starstable nieuwtjes en dingen die spelen. Eigenlijk is het wel mooi dat er een keer een kleine update is. Want dan kan ik jullie bijpraten over alle nieuwtjes en tips en Starcoins codes. Ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. En als het zo was, doe dan zeker eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden, want dan ga ik dus richting de 50.000 abonnees. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei doei!